Het is pas 8 uur. Het is zelfs nog iets voor 8. Maar ik ben helemaal wakker. Ik weet niet waarom, maar ik kan ook niet meer slapen. Het is eigenlijk sinds Nick eruit ging. Ging je rond 7 uur uit. En toen dacht ik eerst, ik ga echt mijn best doen om weer in slaap te vallen. Maar gaat gewoon niet lukken. Ik heb zelfs al de aflevering Goede Tijden, Slechte Tijden gekeken. Dus ik ga er maar gewoon uit. Ik heb vandaag eigenlijk niet zoveel bijzondere plannen. Ik moet vooral, want dat had ik beloofd, eigenlijk om gisteren te doen, maar dat kan ook vandaag, echt veel vooruitwerken met vlogs, zodat ik niet meer midden in de nacht hoef te gaan zitten wachten totdat die geüpload is. Dus daar ga ik vandaag voor gebruiken. Ik moet ook een hoop mails beantwoorden. Ik krijg echt steeds meer mail binnen en ik moet echt leren om dat dan ook te beantwoorden, zeg maar. Dus dat ga ik ook doen. Oeh, verder. Ja, het is echt een thuiswerk, vooruitwerkdagje. En that's it. Maar dat is ook wel lekker. Ik moet vandaag weer overwerken, dus ik ben weer alleen. Ja, dat krijg je met een vriendje die zo hard werkt. Ik heb een ontbijtje. Ik heb vandaag 2 rijstwafels, ham, 2 eitjes en een kiwi. En ik ga aan de slag met editen. Ik heb een muziekje erbij opgezet, zodat ik niet afgeleid word. Ik dacht, als ik nu een serie aan ga zetten, dan kom ik nooit aan de gang. Ik heb de rekening van de NS ook maar gelijk betaald. Daar, 40 euro. Ja, daar. Ze noemen het ook echt een uitstel van betaling. Zoals alsof ik erom gevraagd heb, ook echt. Binnen 2 weken betalen ook nog. Ciao! Ik heb ondertussen al 3 vlogs geëdit. En toen dacht ik, oké, nu mag ik wel even een pauze. Dus ik heb It Takes Two teruggekeken. Dat is dat programma waar BN'ers waarvan je niet wist dat ze konden zingen, gaan zingen. En ik moet iets bekennen. Ik ben verliefd op Jan Versteeg. Ik kan er niks aan doen. Ach, wat is die jongen leuk. Dit is toch echt bizar. Hij is charmant. Hij ziet er leuk uit. Ik kan ook nog zingen. Ja hoor Jan, je hebt me. Als je me zoekt. Nee, maar ik vind hem echt heel leuk. Ik vind hem echt. Ik bedoel, ja, Jan Kooijman is natuurlijk ook leuk. Maar die is me gewoon... Nee, ik weet niet. Ik vind, Jan Versteeg heeft echt zo'n mega gunfactor of zo. Hij is gewoon te leuk. En Jan Kooijman, ik denk dat hij zichzelf iets te leuk vindt. Hij weet dat hij leuk is. En daarom vind ik hem minder. Ook is hij natuurlijk insane knap. Heerlijk programma om te kijken. Echt, als je nog een leuk programma zoekt en je houdt van zingen, dit is echt, echt een heel leuk programma. Birdie stuurt net een berichtje dat ze zich aan het vervelen is en of ze hierheen kan komen om gezellig leuke dingen te doen. Dus dat kan zeker. Het is maar goed dat ik zo vroeg ben opgestaan. Want ik heb nu, even kijken, tot en met vrijdag heb ik nu geëdit. En die kan dan gaan exporteren en dan kan ik ze er vanavond op gaan zetten. En dan gaan we zo meteen even gezellig doen. Dus ik ga nu eventjes een beetje het huis opruimen, want alle was hangt er nog. Ik ben al wel opgemaakt. Ik heb weer een nieuwe mascara gebruikt, maar ik ben er weer niet zo enthousiast over uiteraard. En dan ga ik me even aankleden, want ik zit in mijn pyjama broeken op de bank. En dan gaan we lekker frikandel speciaal eten, want ik had namelijk nog een frikandel speciaal te goed van haar. Die krijg ik gewoon. Dus dan gaan we dat even lekker eten. En Nick die moet toch overwerken, dus dan kunnen we samen eten. Dat is wel net zo gezellig. Ik ben mijn moestuintjes aan het planten. Maar het is nog best wel... Want net had ik dus ook... Er zit ook een beetje grond bij of zo. Die moet je dan in het water leggen. Maar de een die wordt echt zo. En de ander doet het helemaal niet zo goed. Dus ik heb mijn eigen grond er dan ook maar bij. Maar ja, ik hoop dat het goed komt. We gaan het wel zien. En als het niet uitkomt, komt het niet uit. Ik heb er wel al best wel veel. Maar ik heb ze nog niet allemaal. Maar ik vind het wel leuk. Gewoon proberen. Ik denk de helft ook niet opeten. Want ik hou bijvoorbeeld niet eens van radijsjes. Dus... Kijk, deze, die doet dus echt helemaal niks. Dit zat dus bij de courgette in en het blijft echt heel klein. En ik kan het wel helemaal nat maken, maar ik heb dan echt het gevoel dat ik denk, is dit eigenlijk wel, oké, nou valt het nog uit elkaar ook, is dit eigenlijk wel aarde? Dus ik doe het er gewoon in en dan doe ik er nog wat grond bij van mezelf en dan zie ik wel wat het doet. Zaadjes. Oh, sorry. Hop, hop. En dan een beetje... Grond er bovenop. We gaan het wel zien, jongens. Het is gewoon leuk. Hop, hop. Check het verschil met deze. Deze zet echt iedere seconde meer uit gewoon. Ook deze valt uit elkaar. Maar hij wordt echt huge. Nou ja. Ik weet het niet, hoor, jongens. Hebben jullie nog moestuintjes tips? Die kan ik wel gebruiken.
Dit zagen ze dan al, jongens. Ik weet niet of het goed komt hoor. De een heeft ook een andere kleur dan de ander. En sommigen die zetten echt nog dik boven het potje uit. Maar ja, ik heb wortel, tijm, doperwt, rode biet, watermeloen, komkommer, broccoli, radijs, peterselie, komkommer, courgette is dat, tuinkers en snijbonen. Dus, nou, plantjes, doen jullie maar groeien. Ik heb weer even een uurtje geïnvesteerd in het reageren op alle reacties. En ik word daar zo gelukkig van. Ik vind het zo leuk om te doen. En ik wil het eigenlijk ook meer doen. Maar er komen er ook steeds meer binnen. En dat is echt bizar. En ik heb al eens eerder gezegd, maar ik lees echt alles. En ik probeer echt tijd te maken om ze allemaal te reageren. Maar ik wil er ook dan mijn best voor doen. En op mijn jurkje, op de vraag of die te sexy was, zijn echt al meer dan 30 reacties binnengekomen. En de conclusie is dat hij niet te sexy is. En dat vind ik echt super lief. Jullie reageren allemaal super lief. En dat je zo goed kan zien dat ik afgevallen ben. En oh, super fijn. En ik moest ook nog namelijk even van Birdie doorgeven dat ze jullie wilde bedanken. Dat jullie ook zo lief op haar... Wow, de kat flikkert de laptop van mijn schoot af. Dat jullie ook zo lief op haar gereageerd hadden, omdat zij het niet had gehaald. En ja, ze vond het ontzettend lief dat jullie ook aan haar dachten. Dus bedankt ook van haar. En ja, op deze manier zijn jullie altijd echt een steun. En dat is echt super lief. En ik probeer echt overal op te reageren, maar het is echt heel veel. Het zijn soms echt gewoon meer dan 40 reacties per dag. En ik neem er wel de tijd voor. En als je een vraag stelt, reageer ik eigenlijk standaard. Vragen beantwoord ik gewoon. Dat vind ik gewoon iets wat moet. Want als je iets vraagt, dan wil je een antwoord. Dus dat probeer ik sowieso te doen. Birdie en ik gaan zo naar het centrum. Het is nu 1:15, dus kan er ieder moment zijn. En dan gaan we lekker patatjes eten. De hemel. Hallo Birdie. Dit is zo lekker. Oh, ik gooi het er allemaal uit. Dit is echt... Maar... Ik heb ook zo niet... Dit is echt eng! Ik ben echt een poppetje. Kijk jouw tanden. Maar... Ik lijk echt nep. Ik lijk echt alsof ik een masker op heb of zo. Knipper jij nou zoveel? Ja. Het is bijna 8:15 en Birdie stapt net de deur uit. We hebben vanavond nog een stokbrood zitten weggeten met kruidenboter, maar niet echt meer avondeten op. Want we hadden toch al patat op vanmiddag. Maar nu vind ik dus eigenlijk dat ik nog moet sporten. Juist omdat ik patat op heb. Al gaan we vrijdag geen patat eten, want het is dus Goede Vrijdag. Dus op het werk gaan we eerder dicht. Dus het is niet erg dat ik patat heb gegeten, maar ik vind gewoon dat ik moet sporten. Maar ik heb het een beetje moeilijk, want ik heb niet zo'n zin om te sporten. Ik zit lekker op de bank. Goede tijden, slechte tijden is net begonnen. Dat ga ik eerst doen. Ik ga even goede tijden, slechte tijden kijken. En daarna ga ik denk ik nog wel sporten. We gaan gewoon. Sportkleren zijn aan. Geen weg meer terug. Nee, ik heb echt ballen zin niet. Maar ik weet gewoon dat als ik niet ga, dan heb ik echt spijt. Dan ga ik mezelf echt kwalijk nemen. Dus weet je, als ik er eenmaal ben, dan vind ik het eigenlijk nooit zo vervelend. En als ik dan nog denk van, oh shit, ik heb helemaal geen zin. Prima. Dan ga ik even een half uur en dan ga ik dan weer naar huis. Dat heb ik in ieder geval een half uur gedaan. Maar ik verwacht eigenlijk dat ik er ben en dat ik gewoon weer een uur ga knallen. Dus, let's go. Ik heb heerlijk gedoucht en ik lig nu in bed. Het is tijd om te gaan slapen. Nick die staat zijn tanden nog even te poetsen. We zien elkaar echt zo weinig nu. Hij belde om 9:45 dat hij... naar huis aan het rijden was. Toen zei ik, ja, ik ben nog even in de sportschool. Ik denk dat ik er 9:45 ben. Ja, en dan heeft hij natuurlijk ook meer dan 12 uur gewerkt. Dus is hij hartstikke moe. Dus dan gaan we ook gelijk slapen. Maar ja, dat geeft niet. Morgen had ik gezegd dat we bij mijn ouders gaan eten. Want hij hoeft niet over te werken. Maar hij moet dus wel, of hij moet, hij heeft afgesproken om te gaan sporten. Dus hij gaat niet mee. Ja, dat is wel jammer. Maar ja, dan ga ik lekker in mijn eentje naar mijn ouders. Dat is ook geen probleem. Ik ben wel blij dat ik ben wezen sporten, maar ik moet wel zeggen, ik zei ook tegen Nick, ik heb wel gewoon mijn best gedaan, maar niet onwijs mezelf pushen of zo. Ik had gewoon, nou ja, dat zei ik al, ik had niet zoveel zin, ik had niet zoveel motivatie, maar ik ben wel geweest. Dus, en ik denk dat ik morgen bodypump ga doen, maar ik weet nog niet zeker, want het is om 10:00 en ik heb besloten om geen wekker te zetten, dus ik kijk gewoon of ik wakker word. En ja, als ik niet op tijd wakker ben, dan ga ik gewoon zelf 's middags, dat is ook niet erg.
Ja, bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is 10:30 en het is tijd om eruit te gaan. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben echt een beetje bijgeslapen. Maar ik ben vandaag...